Roger van Boksen, we hebben hier een leuke tijd bij Vodafone Ziggo. Je bent daar een leuke gast. Waarom ben je zo blij met ze? Nou, in de eerste plaats omdat ik een lang verleden met ze heb. Want toen ik minister was, heb ik ooit de eerste etherfrequentieveiling gedaan. Bij Libertel. Ja, precies. En dat was heel mooi. En nu zijn ze mijn buurman bij NS geworden. Ja. In Utrecht. Prachtig. Is het mooi geworden hier? Geweldig, geweldig. Oh. En daar dragen we ook een beetje ons steentje aan bij, hè, als NS, want we ontwikkelen ook mede stationsomgeving. We hebben mede stadskantoor voor de gemeente gemaakt. Ja. En daar ben ik echt heel trots op dat we dit achter allemaal doen en dat we de kwaliteit van de steden in Nederland gewoon weer mooi maken. Ja. Alle mensen die gewoon hier niet meer willen zijn, die zijn al lang weg. Jij bent er nog steeds. Ja. Even over de NS. Ik heb het gevoel, als ik erin zit, dat iedereen eigenlijk gewoon wat tevredener is. Terwijl toen jij moest je aankondigen dat we te weinig treinen hadden voor de drukte. Wat is er veranderd? Waar komt dat positieve vandaan? Nou, in de eerste plaats hebben de mensen bij NS een enorme veerkracht. Want ze hadden natuurlijk een paar flinke klappen gehad, hè, met een mislukte Vira, met een verkeerde bieding in Limburg. En als ik zie dat ze in 3 jaar tijd weer topkwaliteit leveren voor de Nederlandse reiziger, ja, daar ben ik ontzettend trots op. Wat ik een beetje met mijn collega's heb bijgedragen is focus aangebracht. Echt focus aanbrengen. Want we kennen Roger van Boksel. Die is altijd van de focus. Ja, maar jij houdt maar van 1 of 2 dingen. Nee, jij houdt altijd van heel veel dingen. Ik hou van heel veel dingen, maar hier kwam ik... Je gaat zelfs op windmolens gewoon geplakt worden en dan ronddraaien voor de groene stroom. Ja, om te laten zien dat de NS ook op dat vlak geweldige nieuwe dingen doet. Hè? Als eerste van de wereld. Als eerste in de wereld, 100% op windstroom. Dat is echt uniek. Ja. Nee, maar jij bent van de inspiratie, jij bent van de energie, je bent niet van de focus. Jawel, jawel, ook wel. Kijk, ik ben ooit opgeleid als interim manager om moeilijke klussen te klaren. Ja. En ik heb daar altijd geleerd, als er echt de nood aan de man is, dan kun je geen 1000 dingen doen. Dan moet je concentreren op een paar dingen. Okay. Wat zijn de 5 dingen die je gedaan hebt dan? Het eerste wat er echt gebeuren moest was, nooit meer beloven dan je waar kan maken. En dat ging bij de NS in het verleden wel eens fout. Dan gingen ze allemaal gouden bergen beloven aan het land en aan de politiek. En dan vervolgens werd het niet geleverd. Dan gaat je geloofwaardigheid weg. Het tweede was, we hebben een contract met de overheid. Dan moeten we KPI's halen. Key Performer Indicators. Dat hebben we gewoon afgesproken. Ja, als je dat afgesproken hebt, moet je ze ook halen. Dus het aantal treinen dat op tijd rijdt en dat soort dingen. Ja. Schoon, op tijd en op verschillende lijnen. De klanttevredenheid moest naar een hoger niveau. Nou, dat gebeurt gelukkig nu allemaal. En dan denk ik, ja, dan krijg je ook weer recht van spreken als je levert. Maar gaat het ook beter? Nou, het gaat echt op basis van die KPI's, de interim manager. Het zijn vreselijke woorden, maar het zijn uiteindelijk allemaal dingen die in belang zijn voor onze reis. Maar hoeveel beter gaat het nou? Ik probeer dat eens in woorden uit te drukken. Nou ja, echt heel veel beter. Want toen ik kwam, toen stond bijna alles op rood. En op het ogenblik staat echt alles op 1 KPI na in het groen. In het zwart, zeg maar. Ja. En dat is? Welke is dat nog? Het enige waar we nog af en toe problemen hebben, dat is op de IC Direct, hè, de lijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat is de beroemde hogesnelheidslijn. Daar hebben we met de treinen en de software een probleem. En de infrastructuur zelf is niet goed genoeg meer. Ja, ja. Nou ja, daar heb ik aan het kabinet gevraagd, kunnen jullie ons helpen om die infrastructuur op orde te brengen? Dan zeggen ze, ja, dat willen we wel, maar we hebben nu geen geld. Dus ja, ik moet nu weer tegen de reis. Er weer meer geld tegenaan. Er is al zoveel geld in die hogesnelheidslijnen gestopt. Nou ja, dat is wel 15 jaar geleden. Dus je moet een lijn wel onderhouden en vernieuwen. Hey, die HSL-treinen, komen die nou ook gewoon? Hebben die, Wij hebben nu nieuwe treinen besteld. Over 2 jaar krijgen we nieuwe intercities. Die gaan 200 km per uur. Dat is 40 km harder dan de treinen nu. Ja. Dus we gaan echt ook naar onze reizigers gewoon steeds meer vernieuwing laten zien. We hebben net meer dan 100 nieuwe sprinters gekocht. Dus de mensen zien echt meer treinen op het spoor. En dat het dan vol blijft, dat komt omdat er steeds meer mensen met de trein gaan. Ja, hoeveel doe je er nu? Nou ja, hoeveel? Hoeveel mensen? Ja. Oh ja, we rijden ieder jaar 1,3 miljoen mensen. Maar 1,3 miljard. Nee, 1 miljoen. 1,3 miljoen mensen? Nee, per dag. Ja, per dag. Ja, per jaar. Hallo. Nee, maar 1,3 miljoen per dag. En wat we nu zien is dat het treinaanbod groeit. De vraag groeit met 40%. Nou, heb jij het initiatief genomen samen met een heleboel partijen om die mobiliteitsalliantie zeg maar te doen? Nou, dat hebben we allemaal persreleases en dingen en mooie. Wat moet dat nou echt gaan doen? Wat doen jullie nou? Nou, wat ik echt graag wil,
is dat bij de nationale politiek de infrastructuur weer hoger op de agenda komt. En dat is één, is dus een pot met geld dat je dan zeg maar wil besteden aan betere infrastructuur. Maar wat moet er dan gebeuren? Nou, inhoudelijk moet in ieder geval de Randstad moet echt een rondje Randstad gaan krijgen met een soort light rail. Dat is echt van belang voor het verschil met light rail en de huidige rail die je hebt. Dat kan over hetzelfde spoor. Maar light rail zegt eigenlijk is een soort sprintertrein. Oh, okay. Maar die dus korte afstanden heel snel doet. Ja. Waarom is dat van belang? Omdat heel veel commuters, zeg maar, die korte afstanden aflopen. Ja. Die willen gewoon snel in een trein in en uit. Een metro. Ja, je wil gewoon een metro-achtig systeem, maar dan inderdaad. Dat ja. hebben wij niet in Nederland. We hebben nu een paar lijntjes. Ja. Maar die moeten verbonden gaan worden. Zodat wij de concurrentie met Groot-Londen, Groot-Parijs, Roergebied gewoon aankunnen. Maar nog steeds, Roger, dat is zeg maar, dat is de NS. En jij hebt die alliantie, daar zit je met allerlei andere partijen. Dus wat ga je daarmee doen? Dat je hele goede combinaties moet maken in de deur-tot-deur reis. Dus ik ben niet tegen de auto. Ik vind dat we op heel veel plekken ook elektrische auto's nodig hebben. Zeker in de buitengebieden, waar mensen ook hun boodschappen moeten kunnen. Zelfrijdende. Nou, we hebben het een keer geprobeerd, hè. Ik vond het nog steeds wel een beetje eng. Wij zijn ooit begonnen met de OV-fiets. Nou, dat is zo'n geweldig succes. Nu zitten we al voor de vraag, kunnen we ook elektrische fietsen gaan doen? Want ja, de vraag gaat harder dan het aanbod. Maar datzelfde geldt voor deelauto's. De taxis en zo. Taxis. Ja. Dus wij zoeken nu ook naar partners. We zijn al met Green Wheels aan het samenwerken. Nou, Green Wheels hoort weer bij PON. Ja. Dus we hebben goede relaties liggen. Het gaat er niet om dat wij het allemaal alleen moeten doen. Maar we moeten ons wel inleven in de moderne reiziger die gewoon het snelst van A naar B wil. Ja. En wij moeten hem daarbij helpen. Er is geen snellere manier naar het centrum van de stad te gaan dan via de trein. Ja, maar dat is echt waar. Kijk, wij hebben toch... Maar dat zeg ik net. En dan zeg je dan opeens, het is waar. Net alsof ik zeg, alsof ik het niet meen. Nee, maar soms... Nee, bij jou geloof ik het. Maar dat wordt nog wel eens ironisch gezegd. Het is echt waar. Wij hebben natuurlijk het voordeel dat alle grote stations liggen midden in een stad. Dat is ook het voordeel. Nu met Amsterdam... Zelfs naar Londen toe is dat handig. Precies. Ja. Je stapt uit in St. Pancras midden in de stad. Ja. En je bent nou misschien een 20 minuten langer onderweg dan met vliegen, maar veel comfortabeler. Je wifi blijft het doen, je kan gewoon werken. Dus ik zeg, neem lekker de trein. Ik vind dat Vodafone Ziggo met Jeroen Hoenkamp echt een enorme zet heeft gedaan door te zeggen, we gaan met een kantoor langs het spoor zitten, bij een van de mooiste stations in Nederland. Dat betekent dat ik ook aan tegen alle werknemers ga zeggen, geen leaseauto meer. Je krijgt allemaal een treinabonnement. Nou, dat is voor een aantal mensen best wennen hier in huis. Maar dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. Je loopt hier zo de deur uit en zo het station in. En dan denk ik, dit is wel de nieuwe wereld in de Randstad. Ja. Buurman, dankjewel. Graag gedaan. Hoi.